Bij me staat Rutger van Uden van Winter Village. Nou Rutger, welkom met Winter Village in Schiedam. Ja, dankjewel. Jullie welkom hier op de ijsbaan van Schiedam, Winter Village. 4 weken lang ijspret voor de kinderen, voor de gezinnen uit Schiedam. Ja, het is nu voor de tweede keer dit jaar eigenlijk dat jullie er staan, want de vorige winterperiode was je er pas laat. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Vorig jaar kwamen we vrij laat in het seizoen pas met de gemeente aan tafel. Maar we wilden het heel graag doen. We wilden heel graag naar Schiedam toe. Toen hebben we in overleg met de gemeente gezegd na de kerstvakantie. Omdat wij meerdere ijsbanen door het land doen, hebben we een andere ijsbaan uit een andere gemeente toen nog na de kerstvakantie heen kunnen halen. Om toch ja, het seizoen, zeg maar 17-18, een ijsbaan te kunnen leggen. Maar dit jaar zijn we er met de kerstvakantie. Dus tijdens de schoolvakantie kunnen de kinderen lekker hier schaatsen rond de kerst. We zijn vanaf dit weekend geopend en we gaan door tot en met 1 week na de kerstvakantie, met 13 januari, zondag. Dus we hebben 4 volle weken hebben we ijspret. Hoe kijk je terug op de eerste keer dat jullie in Schiedam waren? Ja, ik denk dat het voor ons was het een succes. We vonden het heel erg leuk. Het is goed ontvangen. We hebben een hoop kinderen mogen ontvangen die hebben geschaatst. Wij zelf vonden het, is het altijd spannend in het eerste jaar natuurlijk. Wat doet het en hoe wordt het ontvangen? Maar we waren daar zeer positief verrast over. En vandaar dat we ook nu weer terug zijn. En het is nu fijner, kan ik me voorstellen, dat je nu in de echte periode zit dat je ook wil dat het er is. Ja, zeker. Kijk, schaatsen is toch het leukste en de hele wintergedachte is toch het leukste rondom die kerstdagen. En vandaar ook dat we dat heel graag wilden, zowel de gemeente als wij zelf. En dat we dat nu ook rond deze dagen hier hebben kunnen plaatsen. En dat we straks in de kerstvakantie gewoon dagelijks de kinderen hier terecht kunnen. En dat is het allerleukste natuurlijk. Dus daar zijn we heel blij om. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Nou, nu is de ijsbaan open. Tot wanneer blijft de ijsbaan hier op het Stadserf? Wat ik zei, we blijven tot 13 januari, dat is een zondag. Dus dat betekent dat we 4 volle weken hebben, 5 weekenden. We zijn dagelijks geopend buiten de kerstvakantie van 3 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. En tijdens de kerstvakantie vanaf 12 uur tussen de middag tot 9 uur 's avonds. En dat geldt ook op zaterdag en zondag in het weekend. Dus gewoon elke dag open. En dus elke dag kunnen de kindertjes hier terecht. Ook zowel bij de horeca als bij de ijsbaan zelf. We hebben een mooie kerstchalet erbij staan. Waar mensen een lekkere warme chocomelk kunnen krijgen. Een oliebol of een tosti na het schaatsen. En waar mensen zich even kunnen opwarmen nadat ze op het ijs hebben gestaan.